Als je dat muntje net dwars door tafel hebt laten vallen, kan je ook de volgende truc doen. Je neemt een memoblaadje en je vouwt het blaadje zo om het muntje heen. Je laat ook duidelijk zien aan de mensen dat het muntje tussen het papier zit, dat het muntje er niet buiten zit. En dan vouw je een envelopje van de rest. Dan kan je het muntje op de tafel tikken. Je kunt ook aan mensen vragen, voel maar of het muntje erin zit. Voel je het muntje? Ja. Kijk, dan voelen ze het muntje. En wat nou heel belangrijk is, als je dit papiertje hebt, ga je het volgende doen. Nou zou ik thuis niet zomaar een aansteker pakken. Je kunt bijvoorbeeld ook met je spieren het doen. Of met een schaar het kapot knippen. De truc is namelijk dat het muntje spoorloos verdwijnt. Hoe doe je deze truc? Nou, het eerste wat je nodig hebt is een stukje papier en een muntje. Ik neem even iets groter muntje en een iets groter papiertje, zodat je precies kunt zien wat ik doe. Dat muntje, dat leen je van iemand, dat is veel leuker. En dan vouw je de onderkant van het papiertje, vouw je zo van je af. Dan pak je de achterkant van het papiertje en je zegt, hij zit er echt tussen. Dat doe je aan beide kanten. En doordat je dat doet, heb je nu het papiertje stiekem omgedraaid. Want de lange kant zit nu voor. Ja, nog één keer. Dus je pakt het papiertje zo vast. Je laat zien dat hij ertussen zit. Je gaat naar de andere kant. Je laat het lange stuk los. En als je hem rechtop doet, heb je hem stiekem omgedraaid. Nu vouw je de zijkant van je af. Nu de andere zijkant vouw je van je af. En de bovenkant vouw je van je af. Nu krijg je dus een envelopje met aan de achterkant een zakje. En in dat zakje zit het geleende muntje. Het muntje zit aan de voorkant. Je vouwt het papiertje van je af. Je draait hem stiekem om. Je pakt de achterkant vast. Je laat het aan één persoon zien. Je laat het aan persoon 2 zien. Je laat hem los en je doet hem rechtop. Nu heb je hem omgedraaid. Je vouwt de zijkant naar voren toe. Je vouwt de andere zijkant naar voren, maar niet te strak. En je vouwt de bovenkant naar voren toe. Nu krijg je een zakje met daarin het muntje. Nu knijp je in dat zakje. Je kunt hem op de tafel tikken. Je kunt ook iemand vragen, voel maar of die erin zit. En als ze dat gedaan hebben, laat je het muntje in je hand vallen. Maar dan moet je het muntje natuurlijk niet, of het zakje niet zo vastpakken, maar zo. In je hand, met je hand er recht onder. Laat je met je duim iets los, glijdt het muntje in je hand. Je pakt het papiertje en je pakt met je andere hand de aansteker of de schaar of de goochelstok. En tegelijkertijd doe je het muntje in je broekzak. Vervolgens maak je het papiertje kapot en het muntje is spoorloos verdwenen. En ook heel belangrijk, als je dit doet, eerst goed oefenen, want anders zien de mensen aan jouw gezicht wat je doet. Ik heb hier dat muntje. Dat moet natuurlijk niet. Nu het moeilijkste, hoe krijg je nou dat muntje stiekem in je broekzak? Nou, dan moet je dus een schaartje of een goochelstok of een aansteker hebben. Die heb je in je broekzak gedaan, van tevoren. Het muntje zit in je hand en als je nou het zakje overneemt, dan kijk je naar het zakje. Het muntje zit nu in je hand en die hand die stop je in je broekzak. Maar je kijkt er niet naar, anders ziet iedereen wat je doet. Je kijkt naar het zakje. Dan pak je met je andere hand de aansteker, de schaar of de goochelstok en die hou je nu bij het zakje. En dan lijkt het net alsof je er iets bij pakt. Nu is de truc klaar en nu kan je gaan vertellen wat je gaat doen. Ik ga hem verscheuren, ik ga hem verknippen, ik ga het muntje, noem maar op. Bedenk me iets leuks en veel succes erbij. Een paar tips. De eerste tip, als je dit papiertje zo om het muntje vouwt, zorg dan dat je het niet te strak vouwt. Want anders krijg je goochelaars die dit doen. Zit hij vast in het papiertje. Wat je moet doen, is als je dit vouwt, zorgen dat de zijkanten iets ruimte overlaten.
als nou dat muntje zo in het papiertje zit en iemand heeft gevoeld, en je houdt hem en hij valt niet direct uit. Tweede tip, knijp dan even in de zijkanten van het zakje. Want als je erin knijpt, gaat hij openstaan en dan valt het muntje alsnog in je hand.